Belgen kunnen leren van het veelkleurige en veeltalige Suriname. Dit zegt Alton van Ginderen, die al jaren woont en werkt in België. Hij merkt dat de landen steeds meer aan elkaar verbonden raken. Verslaggever Sam Jones ontmoette van Ginderen, die vanuit België via Schiphol op doorreis was naar Suriname. Hem werd gevraagd of het niet handiger zou zijn als je rechtstreeks naar Suriname zou kunnen vliegen. Het is een mogelijkheid, het is een optie, omdat je ook de optie hebt om vanuit België te vertrekken naar Suriname, uiteraard via Schiphol. Maar dat is wel een omweg. Zou het niet beter zijn om rechtstreeks te kunnen vliegen? Natuurlijk zou het het overwegen waard zijn. Waarom zeg ik dat, meneer Sam Jones? De belangstelling vanuit Brussel, Vlaanderen naar Suriname neemt toe. Het is echt groeiende. Ja. Hoe lang bestaat die relatie eigenlijk al, Suriname-België? De relatie bestaat reeds geruime tijd, formeel, vanaf 1975 toen Suriname onafhankelijk werd. Maar ik zou toch wel in de archieven moeten nagaan, want volgens mij heeft Suriname ook een gevolmachtigd minister voor die tijd, voor die periode gehad. Moet de heer Ferrier zijn geweest, een broer van de toenmalige president. Kortom, die relatie bestaat reeds lang, bilateraal, vanuit een bilateraal oogpunt, België, Suriname, maar ook multilateraal. Dat Suriname geaccrediteerd is bij verschillende internationale organisaties die vanuit Brussel werken. Suriname kent natuurlijk een lange relatie met Nederland. Grijpt Suriname wel voldoende de kans om zaken te doen met België? Suriname heeft strategisch slim en wijs genoeg om te zien van dat je ook de Vlaamse regering hebt, de Vlaamse gemeenschap. En daar is de taal, Nederlands, hè. En dat is een belangrijke link. Voor wat België betreft moet ik u ook zeggen van dus dat de belangstelling vanuit België naar Suriname ook groeiende is. Vanwege ook de rol die de Surinaamse vertegenwoordiging speelt, formeel, in België. Wat is de uitdaging voor de toekomst België-Suriname? De uitdaging is van dus dat we kunnen leren best practices. Suriname is een land, is een multicultureel land. En ik merk dat België, Brussel worstelt ook met het antwoorden vinden op dus die gekleurde samenleving. Hè? Die samenleving is niet alleen maar wit. Hè? En daar zoeken ze dus echt soms heel stressmatig naar een oplossing. En ik denk dat is de added value welke wij vanuit het zuiden, vanuit Suriname, en dat kan elke Surinamer doen. U kan het doen, ik kan het doen, want wij zijn met de paplepel is het ingegoten hoe om te gaan met verschillende religieën. Hoe ervaart u zelf eigenlijk de samenwerking of het contact met België? U heeft er jaren gewoond, u woont er nog steeds. Ik moet u zeggen, van iedere keer ontdek ik het aantal dingen. Iemand vroeg me, ja, waar komt u vandaan? Vanuit Suriname. Ik zeg, waar denkt u dat Suriname ligt? Ja, in Indonesië, zeggen dan de Belgen. Anders zeggen, ja, dicht in de Stille Oceaan. Men kent Suriname niet. En er is nog behoorlijk wat werk aan de winkel te doen. Maar het gebeurt op basis van plan. Het is een planmatige benadering. Alton van Ginderen, de Surinaamse Belg, in gesprek met verslaggever Sam Jones in het laatste deel uit de serie Belgen en Surinamers. Familie zonder familie te zijn.